Vraag een volwassene om je te helpen door de beschermhoes te verwijderen en de draadjes door te knippen. Draai de verpakkingsvergrendelingen tegen de klok in om de ketel uit de verpakking te halen. Unbox je magische ketel en leg al je ingrediënten netjes neer. Zorg ervoor dat je magische ketel in Create-modus staat. Vul het toverdrankflesje met water tot aan de lijn. Nu ben je klaar. Wie ga jij uit de ketel tevoorschijn toveren? Voeg het water toe aan de ketel. Wow! Hoor je tik, tik, tik en zie je het groene lichtje? Tik dan 3 keer met je toverstaf op de rand. Als je een feestelijk geluid hoort, kun je doorgaan naar de volgende stap. Nu is het tijd om je mixie zijn stem te geven door de geluidstof toe te voegen. Roer door je toverdrank en wacht op het tik-tik-tik geluid en het groene licht. Voeg nu de glinsterende ster toe om sprankeling in je mixies ogen te geven. Nu is het tijd om de veer toe te voegen, zodat je mixie vleugels krijgt. Nu is het tijd om je mixie zijn kleur te geven door de bruisbloem toe te voegen. Wow. De volgende stap is het toevoegen van de kristallen steen. Je toverdrank is bijna klaar. Nu is het tijd om je mixie zijn naam te geven. Schrijf het op de naamrol en voeg het toe. Magicus Mixus! Zorg dat je toverstaf uit de ketel is en doe geen handen in de ketel zodra de mist verschijnt. Haal je Magic Mixie uit de ketel. Laat een volwassene de transparante bandjes over je mixies lichaam verwijderen. Draai je mixie tegen de klok in om hem uit de ketel te halen. Je kunt verschillende soorten magie beleven met je mixie. Je mixie heeft verschillende energielevels die steeds veranderen. Gebruik van de toverstaf zal hem uitputten. Maar als je hem aait en verzorgt, zal hij weer energie opbouwen. De rode kleur geeft aan dat zijn energie zwak is. De blauwe kleur geeft middelmatige energie aan. De gouden kleur geeft aan dat hij vol energie is. En als hij vol energie is, is het tijd voor magie.
Jouw mixie heeft 3 verschillende magische reacties op de toverstaf. Elk wordt geactiveerd wanneer je de bovenkant van de toverstaf tegen de bovenkant van de glimmende steen houdt. 1 snelle tik brengt je mixie in spreukmodus. En de steen wordt paars. Hoe meer spreuken je mixie uitspreekt, hoe meer de spreuken toenemen. En de edelsteen zal flitsen. 2 snelle tikken en je mixie komt in wensmodus. Wishing go! Na het tikken op de edelsteen, doe een wens. Wordt de edelsteen rood? Dan is je wens geweigerd. Maar wordt de edelsteen groen? Dan komt je wens uit. In betoveringsmodus helpt je mixie je met het uitspreken van spreuken. Plaats eerst je mixie op de ketel en klem zijn staart door een handvat. Houd nu de toverstaf tegen de edelsteen en wacht tot deze regenboogkleuren maakt. Nu kan je mixie je helpen om drankjes te maken. Als je met je toverstaf op de edelsteen tikt, terwijl deze in betoveringsmodus staat, kun je een verrassing krijgen. Haal je mixie uit deze modus door hem te aaien. Zodra je mixie geen energie meer heeft, kan hij ook geen magie meer uitvoeren. Aai je mixie boven zijn edelsteen om weer energie op te bouwen. Je kunt ook zijn energie weer opbouwen door hem te laten slapen. Laat je mixie met rust en hij zal moe worden en in slaap vallen. Natuurlijk kun je je magische ketel opnieuw gebruiken. Allereerst moet je je ketel legen. Bedek het gaatje op de ketel met je vinger en til de ketel dan pas op. Draai de bovenste helft van de ketel los van de onderste helft. Leeg nu de ketel in de gootsteen. Zorg dat het helemaal leeg is en was het af met water. Houd het bovenste deel van de ketel niet onder stromend water. Gebruik een vochtige doek om het schoon te maken. Zet de ketel weer in elkaar door de 2 delen in elkaar te schuiven. Draai je mixie weer in de ketel om opnieuw de magie te beleven. Vind eerst het gaatje in de rug van je mixie. Deze past precies in de clip in het midden van de ketel. Plaats je mixie horizontaal in de ketel. Draai je mixie met de klok mee om hem vast te zetten in de ketel. Je kunt controleren of je mixie goed vast zit door hem even omhoog te tillen. Zorg ervoor dat je mixie in zijn geheel in de ketel zit, met handjes, voetjes en de staart goed vast tegen de onderkant. Gebruik nu de resetsleutel om je mixie weer op de juiste wijze in de ketel te krijgen. Draai hem om en je mixie zit weer goed. Met het opbergdoosje kun je ook allerlei andere voorwerpen uit de mist tevoorschijn toveren. Plaats het opbergdoosje op dezelfde wijze als je mixie in de ketel.